Stoorgedrag en geldingsdrang zijn de reden waarom jongeren met wapens naar school gaan. Dit zegt politiewoordvoerder Milton Kensmil over het gedrag van jongeren op scholen in de afgelopen periode. De politiewoordvoerder vindt dat de jeugd er niet bij stilstaat wat de gevolgen kunnen zijn van het dragen of gebruiken van een wapen. Ze staan er vaak genoeg niet bij stil, kennelijk omdat ze niet goed genoeg ingelicht worden door ouders, verzorgers enzovoort. Wanneer jij gebruik zou hebben gemaakt van een wapen welke je mee hebt genomen naar school en je zou daarmee een ander een verwonding hebben toegebracht of je zou andersoortige schade hebben aangericht, dan geldt dezelfde situatie als bij het, als bij wijze van praten, het smokkelen van pogen te smokkelen van drugs uit het land. Kensmil benadrukt dat jongeren bewust moeten zijn van de handelingen die ze plegen. Bepaalde handelingen kunnen namelijk invloed hebben op de rest van het leven van zo'n individu. Eenmaal een bevlekte conduïte staat, en die conduïte staat is zoiets als alle goede dingen die je doet, ja, die worden onthouden, maar alle slechte dingen die je doet, die worden genoteerd daar bij het Openbaar Ministerie. In het juridisch systeem, ja, van het land. En het zal je ooit eens achtervolgen. Ja, één keer in problemen gekomen, een medescholier of wie dan ook, verwond of onnodig schade aangericht, bij wijze van praten, door stoer gedrag. En in eerste aanleg ga je het misschien nog niet merken. Je gaat het merken wanneer je een goed gedrag gaat zelf gaan aanvragen. Een goed gedrag omdat je toevallig een goede kans hebt gevonden. Je ging naar Boerenkool. Ja, en je werkgever stelt als voorwaarde, liever een goed gedrag in, wel bewijs van goed gedrag in. Ja, dat tegelt ik aan goed gedrag en dan merk je, hé, jongen, ik sta niet zo kunstig bekend bij justitie. Kensmil drukt jongeren op het hart om niet buiten de wet te handelen, aangezien bepaalde instanties en bedrijven niet willen werken met personen die geen bewijs van goed gedrag kunnen overleggen.